Er is iemand in mijn klantenkring, die heeft latjes voor de deur, voor het glas. En dat ziet eruit als roetjes. En zij hadden dan spijkertjes ervoor gezet in die deur. Ja, ook niet de meest handige manier. Toen dacht ik, als ik nou eens magneetjes erin maak. Als ik hier op de kop een staafmagneetje doe. Dan, en in de deur ook. Ik heb staafmagneetjes gevonden van 4 mm. Nou is dat, dit lasje is zo'n beetje 7, 8 mm. Dus dan hou ik 2 mm aan iedere kant over. Dat is wel heel erg weinig. En maar ik zit niet aan deze maat vast. Ik kan iets dikker hout kan ik ook nemen. Want de sponning is ook wel dikker. Als ik een latje van 13 heb, dan kan ik daar makkelijker staaf. Want ik zit ook nog te denken, er zit glas in de deur. En er moet in dat randje waar dat glas zit, daar moet ik gaan boren. Nou, ik heb hier een stukje stijl van een deur. Dit is mijn stukje perspex, maar dat moet dat glas voorstellen. Kijk, hij rolt al uit. En nou wil ik daar die roetjes voor maken. Komt hier zo tegen dat glas aan de binnenkant. Dit is de binnenkant, want hier zit de glaslat. Dat is voor hier in Nederland, is dat aan deze kant de buitenkant. Waar de glaslat zit. En dan wil ik van die magneetjes inboren. Maar hoe kom je met je boor recht hier langs? Ik heb magneetjes van 5 mm, een boortje van 5 natuurlijk. Maar als ik dat hierin wil hebben, zo, dan kom ik met geen mogelijkheid recht. Want ik zit tegen dat glas aan. Dus ik heb gezocht naar een oplossing. En ik denk dat ik dat misschien wel heb. En dat is een verlengde slang. Maar er zit ook een kop op die te groot is. Dan kom ik er ook niet recht toe. Maar niet getreurd. We hebben nog meer onderdelen. En dat is dit dingetje. Daar kan je ook. Ik kan dat eraf halen. Dan kan ik hem ook nog hierin doen. Kijk, nou. Dan zit ik nog wel scheef, maar kan ik dit niet buigen? En dan gaat hij slingeren. Dus ik moet eigenlijk misschien toch dat verlengde hebben, deze. Die kan ik dan hierin doen. En dan kan je ook de hoek niet om. Als ik nou een kleintje neem. Als eerste. Die houdt voor als eerste midden. Boom. Begingaatje. Ik maak een begingaatje van een kleinere boor als houtboor. Zo. En als ik nou een 5 mm ijzerboor neem. Dan wordt die denk ik mooier. Kijk. Zo gaat hij erin. Dan gaat hij er zo in. Kijk of die nou ook te ruim is. Kijk, nou gaat hij wel strak. Nou heeft hij niet geslingerd. Nou trek je hem er niet uit. Zie je? Dus er is even een voorbehandeling voor nodig. Dan zit hij er zo in. En dan komt hij er niet uit. Nou, dat probleem is opgelost. Nou, ik heb dat haakse ding erop gezet. En deze, dat verlengstuk, wat eigenlijk een beetje al uit elkaar viel. Dat is van HBM natuurlijk, uit China. Maar goed, ik kan er wel mee doen, denk ik.
Dat zet ik in mijn machientje. Ik heb een boordje gekocht met zo'n snap-aansluiting. Die kan hierin. Kijk, dan heb ik een hele lange lengte, maar dat wiebelt nogal. Dus dat kan wel. Dus ik zet hem op de plek die ik hebben wil. Dat is hier in het midden. Ik doe even voorprikken. Ik zet hem erin. En kijk, en dan heb ik toch nog speling. Kijk, ik kan heel wat spelen met dat ding. En als ik niet te hard boor. Dan ga ik er even achteruit, anders kijk die boorden misschien niet uit. Ja, die komt eruit. Dan moet ik zo'n klein staaf even zo met een houtje erin slaan. Kijk, dan gaat dit er toch mooi strak in. Zo, dat rolt er niet meer uit en het zit er vrij recht op en vlak langs de kant. Dus als ik hier nou zo'n magneetje hier heb, dan blijft die mooi er tegenaan zitten. Kijk, dit gaat lukken. Ik maak die latjes half hout aan elkaar. En nou is dit zo'n dwarsroesje. En dit moet wel in het midden zitten. En dan allemaal even groot, want anders, want die lijn van de kant van het glas, die is recht. Dus anders krijg ik dat het niet gaat werken. Dus ik heb een malletje gemaakt. Heb ik hier teruggemeten. Goed een lijmklemmetje erop dat niet verschuift. Ik heb dat zo afgetekend. En aan de andere kant ook afgetekend. Dus dan moet die in het midden zitten. Dus dat was even een uitzoekerij. Om dat even dat malletje te maken. Nou ja, malletje, dat is een groot woord. Maar het is een latje met een latje erop geklemd. Nou, en nou weet ik zeker dat het echt in het midden zit. En dan gaan we dit hebben zo op pas gemaakt. En ik doe hier een kloddertje lijm onder. Echt niet meer zo'n kloddertje. Anders loopt het er maar uit. Kijk, en dan neem ik hem een lijmklemmetje. En dan. Een beetje rechts. Deze zit een beetje ruim, maar er zit geen kier tussen. Maar je kan hem een beetje heen en weer halen. Dus ik moet wel straks even controleren of dat allemaal. Deze moet iets terug. Deze, die moet iets die kant op. Kijk, die gaat heel strak. En dan kijk ik of dat haak zit, ja. Dan heb ik dat van tevoren gevernist, dit. En dit is al een paar dagjes oud, dus ik denk dat dit wel lukt met zo'n rubbertje. Anders moet je natuurlijk weer een lasje opleggen. Maar ik neem even de gok. En mocht dat toch een afdruk geven wat ik er niet uitkrijg, dan, ja, dan vernis ik hem gewoon nog een keer. Dan is dat het risico. Nou, wacht dat op morgen. En dan, en om die half hout op diepte te krijgen, heb ik hier een soort veil. Dat lijkt op een ijzerveil, maar dat is die niet. Dat is echt een houtveil. En dat is een mooi scherp veiltje. Dat gaat heel erg lekker. Dat moet je even zoeken op internet.
om daar aan te komen. Maar voor beeldhouwen, in die richting moet je het zoeken, heb je wel van dit soort veilen. Ik heb hier dus de magneetjes van 5 mm doorsnede. Kijk, ja, je kan het zo haast niet zien. En nou hebben die magneetjes een noordpool en een zuidpool. En als je die verkeerde polen tegen elkaar, dan gaan ze elkaar afstoten. Dus daar moet je echt degelijk rekening mee houden. Niet alleen dat die dit magneetje in de deurmagneetje met elkaar natuurlijk moeten corresponderen met die noord- en zuidpool, maar ook dat die volgende in dezelfde positie zit. Dus heb ik hier allemaal noordpolen, zeg maar, dan moeten in de kozijn allemaal zuidpolen naar voren steken. Anders trekken ze elkaar niet aan. En als je dat nou willekeurig doet, dat je maakt niet uit en ik nou dat zoek ik wel uit als ik daar boor, maar dan heb je de kans als je dit gevalletje omdraait en die mensen willen hem erin stoppen en dat het niet lukt, dat ze dus bij de verkeerde pool uitkomen. Dus ik wil dat consequent doen. En hoe zoek ik nou uit of het een zuid of een noordpool is? Ik kan één als voorbeeld nemen en die stop ik erin. En dan ga ik die als maatstaf aanhouden. Dus ik stop in één van deze roetjes stop ik een magneetje in als ik naar mijn karwei ga. En dan kijk ik aan de hand van hoe die erin zit, ga ik die andere doen. Allemaal consequent dezelfde manier. Gerefereerd aan het ene magneetje. Dus dat is plannen. Nou, ze zijn 5 mm doorsneden. Ik wil dat hier inboren in het midden, want dan heeft hij het meeste steun. Ik maak een kruis diagonaal in dat rechthoek met een scherp potloodje. Ja, dat is heel belangrijk. En dan, omdat het kopshout is, neem ik een scherpe priem, hoekige priem. En dan prik ik hem op dat gaatje. En dat moet je soms een beetje helpen om daar te blijven. Dus je maakt een behoorlijke gat die exact daar op dat kruisinkje uitkomt. En nou nemen we geen ijzerspiraalboordje, maar een houtspiraalboordje, want die heeft een puntje. Ja. En ik zet hem op max aan draaikracht. Ik heb de iets meer dan de lengte van dat magneetje. Heb ik even met een plakbandje afgeplakt en dan weet ik hoe diep ik ga. Ik doe het nou even hiervoor, maar eigenlijk wil ik hem lager in de werkbank, omdat het dan steviger zit. Dit schudt te veel. Ik zit nu hoog, maar dat is voor de opname. Ik pak een klein kruishoutje met de brede kant. Het is ongeveer net zo dik als het houtje. En die laat ik iets uitsteken en dan kan ik richten. In het midden zo en zo. Dan zie ik aan de hand van dat winkelhaakje. En ik moet gelijk goed hard doordrukken, want dat kopse hout dat wil wel eens niet grijpen. En dit is nogal een houtboor. En die is zo scherp als wat. En dan blijft hij heel keurig, want ik heb het geprobeerd met een gewone spiraalboor en dan wordt het gat rommelig. Vooral op dat kopse hout. Maar dit zit goed. En zo ga ik al die gaatjes erin boren. Ik ga die gaatjes in het kozijn of in de deur ga ik overnemen. En dan boor ik daar ter plekke, op mijn manier, langs dat glas, die andere gaatjes. En dan moet ik dat systeem van dat de goede pool uitzoeken doen. Dus ik ga dit nu lager zetten in mijn bankschroef. Ik noem dat steeds werkbank, maar het is een bankschroef. En dan zit het lekker steviger.